Oké, nu snel de weddenschappen aanzetten. De katjes zit voor. Niet helemaal de eerste keer buiten. Je bent een paar minuten buiten en je hebt nu al een muis gevangen. Doei! Hey, hey, hallo! Daar zijn we weer. Ja. Met weer een nieuwe video met allemaal leuke dingen en vooral... Heel veel kattenkwaad. Ja, we gaan kattenkwaad uit laten halen, denk ik. Ja. Want de katjes die mogen naar buiten en... Ja. Daar hebben we genoeg mee te doen. En ja. Voor de rest, ja, kijk vooral wat we allemaal gaan beleven. Weer genoeg te doen. Veel plezier. Ralf die strijdt op de trekker. We hebben net met pijn en moeite de palletvorken erop gekregen. Dus hopelijk zitten ze nu goed gezekerd. En dan kunnen we nu de spullen die hier staan, kunnen we naar de voorkant zometeen toebrengen. En wat we nu eerst gaan doen is de palen van het weiland uit de grond trekken. Want een boer hier in de buurt die gaat dit land van ons huren voor het komende jaar. Er komen aardappelen of mais op te staan. Dat weten we nog niet hoe en wat precies. Gaan we vanzelf wel merken. Wat zeg je? Ik weet niet of het gaat werken. Ik denk het niet. Oké, nu snel de weddenschappen aanzetten. Moet je hem er niet een paar keer om de paal heen wikkelen of zo? Nee, ik moet even dichtklappen. Oh. Dat is niet helemaal wat ik wil. Je schoot eraf. Poging 2. Daaronder hebben we het nu met een knoop vastgezet. Dus nou gaat hij er niet uit. Niet helemaal de eerste keer buiten. De eerste keer buiten het hek. Daarachter loopt Argon. Hi Creepy, ben je blij? Grapje, is het er nog niet zo mee eens dat er katten lopen? Argon is daar helemaal achteraan ergens. Even kijken. Daar. Spot de kat. Oh, hij ging over het hek heen, zeg je? Ik zag het niet, maar ik denk dat het op camera is. Hij ging over de deur heen. Oh. En waar is Creepy nu? Creepy die is de toekomstige kruidentuin aan het besnuffelen. En Carbon? Carbon is zielig. Daar. Oh, die zit
Onder de kast. Onder die tafel. Onder de tafel. Daar is hij. Je bent een paar minuten buiten en je hebt nu al een muis gevangen. Jochie. Ik denk dat Karpel niets gevonden heeft. Hij zit zo enorm stil. Hé, hey, Guppie. Huh? Kijk wat het is. Je hebt een muis. Ja. Krypton heeft een muis gevangen. Ja. Goois. Hé, kleining. Ik ben in paniek. Dus Krypton heeft gewoon zijn eerste vangst al te pakken. Ja. Ja, dus je gaat Creepy een grapje introduceren. Dat vond Krypton niks. Ik ben bang voor grapje. Grapje is de baas. Nu al, hè? Hoi, Guppie. Kom je ook kijken? Oh, daar zit wat. Hallo. Oh, Carmen vindt het wel leuk. Oh, maar toch spannend. Angsthaas. We staan nu redelijk achter in het weiland. Daar achter mij is nu het spoor. En waar we achter zijn gekomen is dat hier... het water loopt eigenlijk tot aan hier. En het loopt dan niet door. Want we hebben hier een stuk... Nou, het lijkt wel dichtgegooide grond. En dan zou hier de sloot verder moeten lopen. Maar dat gebeurt niet. En aangezien het water hier nogal hoog staat... had ik bedacht van... Nou, weet je... Ik ga dit gewoon eens eventjes kijken of ik het beter door kan lopen. Door dit stuk uit te graven. Dus jullie mogen lekker meekijken. En... Ik hoop dat het gaat vandaag niet afkomen, dat weet ik al wel. Want het is alweer 8:30 bijna volgens mij. En het wordt zometeen gewoon donker. Dus dat is een beetje jammer. Maar we gaan in elk geval alvast beginnen. En dan hopelijk loopt het water gewoon al ietsjes beter weg. Want hierdoor blijft ook het weiland vrij drassig. Nou, voor nu begint het een beetje donker te worden, dus voor nu stop ik ermee. Bij jullie lijkt het lichter dan dat het hier daadwerkelijk is. Maar ik kan het misschien een klein beetje laten zien. Het water loopt een klein beetje door. Nu in elk geval tot aan hier. En dit is al een stuk lager gelegen dan dat andere. Dus ik denk dat we gewoon eventjes gaan kijken wat er gebeurt als het vannacht vol gaat lopen. En dan gaan we straks weer verder. Karpel, ben je kipjes aan het ontdekken? Jij is een mouw, hè? Kijk, daar zijn de kipjes. En daar is Karpel. Ja, is dat spannend, jochie? Kipjes vinden het heel interessant. Yeah. Woo! Hey,
alweer. Ja joh. De tijd vliegt voorbij zo. Ja, zo is het. Ik vond het leuk. Weet je? Ja. Ik vind hem altijd wel grappig om ook weer terug te kijken wat er allemaal geweest is. Ja, wij kijken hem heel vaak eigenlijk zelf ook nog 2-3 keer terug. Uiteraard, want ook wij willen gewoon nagenieten. Ja. En als jullie de volgende keer weer willen nagenieten van dit soort filmpjes, dan nou ja, doe dan vooral abonneren. Ja. Laat een comment achter, like. En nou ja, we hebben ook weer... Een nieuwe slogan hebben we bedacht. Inderdaad. En die slogan is... Vandaag zelfvoorzienend, morgen samen beter. Doei doei. Doei doei.